Baronie TV, Baronie TV. Huldendag TV, daar zitten ze niet mee. Baronie TV, Baronie TV. Huldendag TV, ik ben er maar gaan kijken, omdat de gij is zee. En naast mij staat mijn zusje. En ik ga nog heel even met haar kletsen. We zien elkaar niet zoveel. Ze is hartstikke vaak is ze zingen. Dan kan ze hartstikke goed. Betsy, vertel eens even, hoe is het met ons opa? Nou, ons opa gaat goed. En onze tante Sidonia die gaat ook heel erg goed vandaag. Jij bent net pas terug in Cuba geweest. Gaat het goed met die familie? Ja, het groeit allemaal als kool. Het wokt als de konijnen, zou ik maar zeggen. Hebben ze ook nog last van de crisis daar? Nee, Cuba kent geen crisis hoor. Cuba kent geen crisis? Nee. En hoe lang blijven jij nou nog bij mij wonen? Daar hebben wij het nog wel over, Nelke. Ik denk nog een jaartje. Want je eet mijn arm. Ons Betsy kan hartstikke goed zingen. Ik niet, dus ik ga dat ook niet doen. Je mag weer een liedje vandaag. We gaan het vandaag eens op zijn Frans proberen. Comment ça va? Hartstikke lekker, daar gaan we! En ik weet zeker dat jullie het allemaal mee kunnen zingen. Jullie spreken allemaal vloeiend Frans natuurlijk. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez revenir, c'est toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez revenir, c'est toujours. S'avonds aan de scène, in een discotheek. Zag ik toen die kleine, die lachen naar me keek. Hij liep los in mijn richting, dat was toen mijn kans. Ik zocht snel naar mijn woorden, zei toen in mijn beste Frans. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez ravir, c'est toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez ravir, c'est toujours. Denk ik aan die kleine, dan raak ik van de wijs. Nachten kan ik dromen van die tijd in Parijs. We waren altijd samen, samen bij elkaar. Maar lang mocht het niet duren, nu ben ik hier en hij is daar. Misschien dat ik ooit weer terug ga. Ik wou maar dat dat kon. Dan zeg ik weer de woorden waar alles mee begon. En dan gaan we weer. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez revenir, c'est toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez revenir, c'est toujours. Nog een keertje. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me comprends quel amour. Laissez revenir, c'est toujours. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Tu me
comprend bien l'amour. Et c'est revenir, c'est toujours. Wat geweldig. Mijn eigen zusje met Comment ça va. En volgens mij gaat ze dus de stad in. Ze gaat vanavond optreden. Dus als jullie er tegenkomen, zeg dan even dat je de jurk zo mooi vindt. He, dat, We gaan de tweede kandidaat bekijken. Die gaat dirigeren. Geen Amazuur staat hier al klaar voor. En ja, de fietsclub was natuurlijk geweldig. Die kunnen niet alleen goed fietsen, maar ook goed dirigeren. Maar wat denken wij van die tennisclub? Wij gaan even achter de schermen kijken hoe de tennisclub instructies krijgt om het net zo goed te doen. Ja, ik sta hier met ons Leo. En Leo is onze verplichte vrijwilliger. Judith, zou je hem ook kunnen leren hoe die moet dirigeren? Ja, het belangrijkste is dat je het goede tempo vasthoudt. Want je ziet wel eens van die dirigenten die steeds langzamer gaan. Dat ga jij niet doen. Dat gaan we even oefenen met marcheren. Doe maar mee. Goed zo, Leo. Dat zit er goed in. Fantastisch. En moet ons Leo op nog iets letten? Ja, we gaan een geheim doen. Suske en Wiske zijn op zoek naar het geheime ingrediënt. Maar het geheime ingrediënt is een lange muzieknoot. Oh, ga op zoek waar u een lange muzieknoot kan vinden, hè. Oké, Leo, we gaan ervoor. We gaan naar binnen. We komen eraan. Ze komen eraan. Nou, dus dan gaan we luisteren naar de tweede kandidaat. Of kijken. Luisteren naar Amazuur. En kijken naar de kandidaat die het slavenkoor gaat dirigeren uit de opera van Nabucco. En even kijken of Theo durft. Ja, daar komt hij aan. Geweldig. Toi, toi, toi. Leo, je hebt talent. Ja, dat weet ik. Maar dat is nooit tevoren gekomen. Dat is er nooit uitgekomen. We gaan eens even kijken wat de jury zegt. Arend Jan. Nou, Leo van tennisvereniging VC. Stop nou even dat flesje in uw zak. VC? Stop even dat flesje weg, het is joh. CV. Oh, ja, VC van voor Christus, maar... Nee. Ik geef hem 9 punten. Judith.
Ja, Leo, ik ben vooral heel erg onder de indruk van jouw afsluiting. Daar ben ik erg van onder de indruk. Wat was er met de afsluiting, Judith? Ik vond hem geweldig. Je vond hem geweldig? Leo, wat denkt u van al die veren? Hoeveel punten krijgt hij van jou? 8. 8 punten. En het publiek. Arend-Jan, ik zag jou net met dat flesje staan. Kun je nog tellen? Ik kan nog tellen 9 en 8. Ja? Samen 17. Dat is goed, jongen. Dankjewel. En wij gaan ook nog even naar echte artiesten luisteren. Ja, niet, die gaan niet meer van die dingen spelen, maar die zingen. En jullie zijn geweldig. Jullie hoeven niet te zingen. We gaan luisteren naar Shanjé. Ja, la, 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 la. Vullen bier. Oh la la. Hij die Peter zie je hier. Oh la la. Elk jaar weer op de ski. Oh la la. Het gaat er maar al leuk in als ik zo'n mutsie zie. Ik zwaai het liefst met mijn Tiroler muts. Kijk, dat gaat zo goed. Ik weet wel hoe dat moet. Met mijn mutsie heb ik altijd chance. Samen naar beneden. Oh la la. We rijden door de poortjes en iedereen zingt mee. Ik zwaai het liefst met mijn Tiroler muts. Kijk, dat gaat zo goed. Ik weet wel hoe dat moet. Met mijn mutsie heb ik altijd chance. In een lange poortjesdans. We gaan zakken, we gaan zakken. Ja, la 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 la. Goed hoor. Gaan jullie met mij mee even naar de green room? Dat is voor de VIP's. Tuurlijk. Ja, dan gaan we even, ja, dan gaan we even beppen. Gaan we even beppen. Dat is speciaal. Dat is speciaal voor de VIP's. Oh. Dan mag niet iedereen binnenkomen. Nee, jullie wel. En zeker met een Tiroler muts. Wat een geweldig nummer weer, hè. Wat een nummer. Gaan jullie lekker even in die stoelen zitten? Dan ga ik lekker even hier op dat randje. Ga maar lekker. Nee, ga maar lekker zitten. Ik moet mezelf wel even draperen dan. Trek even gewoon lekker op. Ja, ik ook. Zie je die handen zo, hè? Wat een knakworstje ben je dan. Lang leven daar corrigerend. Hey. Maar nou zien ze dat tot Friesland. Oh. Ja, ze zien ons overal, hè? Oh.
Nou, ook de mensen in Friesland. Maar hier in Brabant moet je wezen hoor. Trots op Brabant hoor. En weer wel een geweldig nummer hè. Ja, vind je hem leuk? Heb je al, met je Tiroler muts? Ja, met Tiroler muts. Wij oefenen al dagen. Goed bezig, Nelke. Hé, en hoe een buik is weg. Ja. Nou, er zit nog wel vet. Er zit nog genoeg vet. Maar wat een leuk jongen heb je. Hij is leuk geworden, ja. Ja, goed afgewerkt. Ook. Ja, zo. Vorig jaar 6 weken nog te gaan voor de zwangerschap. Ja. En mijn zus door de knie gegaan, dus daar waren Peppie en Kokkie voor. Maar we zijn weer helemaal terug. Ja, zeker. Hey, en druk met carnaval? Ja, morgen gaan we echt knallen bij het Mami in Etten-Leur. Staan wij op het podium. Mami-spektakel. Ja, en we gaan naar Wagenberg, Breda. En wel lekker dat je weer bij ons bent. Ja, als een warm bad, echt waar. Ja, gewoon ieder jaar even mailen, hè. Komen ze. Maar natuurlijk. Altijd, daar hoeven we niet over na te denken. Ja, wat hartstikke leuk. Want jullie komen zo meteen nog een keer. Ik moet zo een quiz gaan spelen met die... Ze zijn bijna niet in de hand te houden. Nee, het is strak, hè. Hou ze strak, hè. Dat is een team wielrenners. Die staan strak. Ja, maar die hebben natuurlijk geen Tiroler muts. Nee, maar die hebben wel flink gesnoept volgens mij. Maar wel gehaktballen. Ik denk dat we Mart Smeets maar eens in moeten schakelen. Ja. Want hier vindt hij er nog wel een paar. Dat denk ik ook, ja. Ze hebben allemaal van die toffeetjes, maar ik weet niet wat er is. Toffeetjes? Ja, en we gaan natuurlijk met ons volgende spelletje beginnen. We gaan blaasvoetballen. En met carnaval flink blazen is af en toe nog best wel moeilijk, want niet zoveel assen meer over. Maar ons team is geweldig. We gaan naar Susken en Wisken, want die kennen daar niet daar, grens over de grens. Die gaan het begeleiden. Jazeker. En ons Luc en ons John, die zitten al helemaal klaar en die gaan gas erop en niet meer terugkijken. Hè. We gaan voor de winst. Ik heb ook een John en ik heb een Jenny in mijn team. Nou, laten we gaan beginnen, denk ik. Spannend. Ja, daar gaan we. Het is mee. Ja, het is begonnen. Geloven, dit is echt ongehoord. Oh, dat is jammer. Of niet? Oh, daar gaat hem. Oh, dat wordt goed. En dat gaat dan aan de linkse kant. Oh. Blazen, dat is jongens. Veel. Het is geen test. Hier kun je gewoon doorblazen. Oh. Kom op, rode duivels. Kom op, rode duivels. Ja. Dit is echt goed. Oh, dit gaat goed. Ja, dit komt goed. Dit komt goed. Ze hebben het toch goed. Oh. Ja, maar daar had de scheidsrechter hem toch... En dat was in de slow-mo. Ging hem er toch wel mooi in. Dit is in de slow-mo. Dat was een hele schone. Kom op, rode duivels. Kom op. En een tegengoal direct. Wat is dit spannend. Wat is de stand eigenlijk inmiddels? Is eigenlijk inmiddels de... de notaris zit hem op. Wat kan ik van moeder nu met mijn mond vol praten? Sorry, moeders. Het was 3 verzullies. Nee, die meiden hebben gewonnen. Ik zag hem er echt in gaan daar, hoor. Ik zag hem er daar druk. Ja, maar jij hebt hartstikke veel gedronken. Oh, gaat ze dan? Ik wou er niet over discussiëren. Het is 3 verzullies. Het is en 1 verzullie. 3-1. 3-1. Als jullie nou die nederlaag gaan verwerken, dan gaan wij even luisteren naar Ginna Mesuur met Marmer, Stein und Eierenbrie. Okay.
Erwin, jij kunt niet alleen briljant koken, maar jij kunt ook nog zingen. Ja, ik doe mijn best ermee, dus we gaan even een lekker nummertje zingen. Morgen een heel nummer, dinsdag twee nummers en nou zien we wel. Yes. We hebben er een beetje zin in, we gaan inhaken bij de buurman of buurvrouw. We gaan van links naar rechts, hè. Hoppa! Als de lente komt, dan stuur ik jou. Wat dan? Als de lente komt, pluk ik voor jou. Wat dan? Als ik weder kom, dan breng ik jou. Tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode, wens ik jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan. Zeg het tulpen uit Amsterdam. En waar is Johnny? Waar is Johnny Wout? Oh, Johnny, zing een liedje voor mij alleen. Oh, Johnny. Want voor mij ben je nummer 1. Zing een lied met een lach en een traan. In jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh, 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 Sioni. Zing een liedje voor mij alleen. Oh, Sioni. Zie het zwaar door je heen. Dan voel ik spontaan mijn hart opengaan. Oh, Johnny, voor onze Jordaan. En we gaan een stukje sneller, we gaan een stukje sneller met een pikker.